ga nu een plakje snijden. Dat ga ik daarna tussen folie zetten, dun slaan en dat komt dan heel plat op een bordje te liggen. Druk gewerkt werd er vanmiddag in de keuken van de culinaire vakschool. In actie zien we kok Sky Visser. Sky is een van de deelnemers aan de opleiding die deze met succes heeft afgerond. De culinaire vakschool bestaat inmiddels zo'n 7 jaar en is bedoeld voor mensen van jong tot oud die het gemeenschappelijke probleem hebben dat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen in hun leven. Deze week ontvangt een groep cursisten hun diploma waarmee ze de wijde wereld in kunnen trekken. Zeker, zeker. Ik ben hier begonnen en ik heb hier ook mijn inspiratie opgepakt om kok te worden. Alles wat ik hier deed is de reden dat ik doorgegaan ben. Sky is 21 jaar en hij is een jongen met een verhaal. Nog niet zo heel lang geleden studeerde hij aan de Hanse Hogeschool, maar heel erg gelukkig was hij daar niet. Ik was die tijd niet zo blij. Ik at heel veel. Ik was ook 10, 15 kilo aangekomen in een jaar of zo. Mensen zeiden steeds, je bent niet blij. En ik zei, nee, ik ben prima, maakt niet uit. Maar ik was niet blij, zo te zien. En nu ben ik weer lekker gezond, op goed gewicht. En ik doe gewoon wat ik leuk vind elke dag, koken. Het is gewoon mooi als je iemand een beetje vervelend ziet binnenkomen. Je weet alle verhalen. En dan ga je als een trots iemand, ga je lekker de wijde wereld weer in. En hopen dat je een goede baan gaat vinden. Paul, wil je proeven? Tuurlijk, maak je het hele gerecht. Je krijgt het hele gerecht. En dat zegt Paul Rodenberg. Hij is een van de begeleidende koks op de culinaire vakschool. Wij proberen ze ieder te inspireren. Dus als de slaag komt, ligt er een varken. Dat vinden dat soort jongens prachtig. Vind ik ook prachtig hoor. Hetzelfde met vissen. Je moet zo leuk zijn hier dat je hier wil komen. De meeste mensen zijn ook eerder als wij er zijn. En het is één team. De leerlingen die gaan echt die gaan om elkaar geven. En je hoeft eigenlijk geen namen te gebruiken, maar je kan het zelfs gewoon drukken. Het is heel zacht. Ja, het was gewoon een familie, weet je. Je komt binnen, ze omhelzen je, ze willen je alles leren. Ze hebben alle tijd voor je in de wereld. En dat is gewoon een mooie plek om elke dag naartoe te komen. 4 dagen in de week, van 9 tot 3, sta je hier in alle gezel te leren. Ja, het klinkt mooi. Heel liefdevol. Ja, heel, heel liefdevol. Tenzij je iets doet wat disrespectvol is of zo. Maar het is gewoon een familie hier. En als het mooi dun is, snijden we het goed op vorm. Kun je zeggen dat jullie ook echt voorzien in een behoefte in horecaland? Ja, dat hoop ik wel. Want gelukkig zijn er nog heel veel koks worden er gevraagd en op allerlei niveaus. En voor mij voorzien we wel in een behoefte. Alleen om het, mag ik ook een beetje kritisch, om daar geld voor te hebben, is wel een opgave. Kun je dat uitleggen? Het is een dure opleiding, is het. Wat je net hebt gezien met tonijn, dat zijn allemaal dingen die niet 5 euro per kilo kosten. Dat komt dan zometeen op een bordje te liggen. Met wat paddenstoelen. En een vinaigrette. Dat is wel heel lekker, vind ik. Het is een hele moeilijke vraag. Want wat als de culinaire vakschool er niet was geweest? Waar had je dan nu gestaan? Ik denk dat als de culinaire vakschool er niet was, had ik toch een opleiding gevolgd. Was ik gewoon weer niet blij. Ik kan niet zeggen dat er iets ergers was. Ik denk misschien was ik uit Nederland weggegaan om bij mijn ouders te wonen, maar dat wil niemand toch, als je 21 bent. Dus ik ben blij dat ik gevonden heb wat ik wil doen in mijn leven. En ik ga ook gewoon door. Ik kom zo vaak mogelijk terug naar Groningen om met Paul te werken en om wat dingen te leren. Maar, maar voor de rest, dit is wel top, ja. Terug naar Groningen inderdaad, want dankzij de opleiding aan de culinaire vakschool is Sky inmiddels kok in een sterrenrestaurant in Amsterdam, waar hij naar hartelust zijn passie uit kan voeren. Deze erbij.